Dankzij de Fransen krijgt Winterswijk eigen politie. Vandaag en hier en toen tellen we 2 eeuwen terug. De tijd van Gerrit Dunnewold, de politiecommissaris van een groot deel van de 19e eeuw. In 1795 worden de Fransen in Nederland heer en meester. En omdat Winterswijk meer dan 5000 inwoners heeft, wordt het in maart 1811 een aparte gemeente. Keizer Napoleon benoemt per 18 april 1811 de Zwolse rechter Albert Tebbertman tot de eerste politiecommissaris. Maar Tebbertman die overlijdt al in 1817, 4 jaar nadat de Fransen zijn vertrokken. En zijn opvolger is de geboren Amsterdammer die hier begraven ligt, Gerrit Dunnewold. 4 generaties Winterswijkers maken hem mee als politiebaas, want hij blijft liefst 55 jaar in functie. Commissaris Dunnewold opereert in een turbulente tijd. Na de aftocht laten de Fransen Winterswijk straatarm achter. Langs de straat is trouwens de eerste kaaslantaarn geplaatst. 3 veemarkten zijn er en tussen 1840 en 1860 verlaten honderden buurtschappers Winterswijk en emigreren naar Amerika. De textielindustrie die groeit na 1860 en boerenarbeid wordt fabriekswerk en Winterswijk groeit weer. Maar ondertussen brengt commissaris Dunnewold de arrestanten nog steeds naar het oude prison. Dat is een politiecel in het gemeentehuis dat in 1818 tussen de markt en de Wermen is gebouwd. Rechtvaardig en benaderbaar, dat beeld doemt op van commissaris Gerrit Dunnewold. Maar hij is streng, net als de rechters. Ik bedoel, houtdiefstal kan je zomaar komen te staan op een jaar gevangenisstraf. En een Winterswijker die illegale gokloten verkoopt, krijgt 1400 gulden ofwel 630 euro boete. Verboden mestopslag, illegale jeneverstook, mishandeling. Gerrit Dunnewold en zijn veldwachters komen in actie en in 1824 wordt het ineens echt menens. Als gevolg van nieuwe belastingregels wordt er beslag gelegd op varkens die Winterswijkers thuis hebben om de winter door te komen. Het belastingbeslag leidt tot oproer en protesten. Er is veel tact nodig van de commissaris en burgemeester Hendrik Willink om nog veel ergere toestanden te voorkomen. De aandacht vestigde Dunnewold ook op zich in 1853. Samen met andere notabelen in het dorp zamelt hij landelijk geld in voor noodhulp aan boeren. Wat is namelijk aan de hand? Door heel extreme hagelbuien zijn er veel landbouwgewassen in Winterswijk volledig vernield. Een miljoenenschade als je naar nu toe rekent. Van de 183 jaar dat Winterswijk eigen politie heeft, is Gerrit Dunnewold dus zo'n 55 jaar van de partij. Het korps zal van een paar veldwachters uitgroeien tot tegen de 40 dienders. In 1993, 120 jaar na Gerrits overlijden, gaat het Winterswijkse korps op in regionale en landelijke politie. Op 10 april 1872 dan overlijdt Gerrit Dunnewold, 82 jaar oud. Zijn 10 jaar jongere vrouw Judith de Pelkwijk, met wie hij 8 kinderen heeft, overleeft hem. Intussen zit de gemeente krap bij kas en bezuinigt. Nee, Dunnewold wordt niet vervangen. Wel wordt hij via een ingezonden brief in de Zutphense Courant herdacht. Hij was een gewone burger onder de gewone burgers, een bemind man. En hij prijst hem omdat hij Winterswijk voorgoed verloste van zwervers, landlopers en uitvreters. En verder meldt de anonieme brief: van den kleinste landbouwer toch tot den grootste grondbezitter toe hoort men den heer Dunnewold met dankbaarheid noemen. Tot uren ver in Westfalen, Duitsland dus, was hij de schrik van allerlei gespuis. Het zal een zeer zware taak zijn om een man zo algemeen geacht als de heer Dunnewold in zijn betrekking op te volgen.